Hey, fantastisch jongens, dat is een lekker broodje. Oh, ja, en Ed soep van moeders. De... Ed soep van moeders, ja. Ja. Goed soepje dit. Nou, prima. Hmm. Misschien... Moet ik blij mee zijn, sorry. Ja. Misschien wil jij eens vertellen, want je stuurde een mooi bericht. Dat niet ja, alle... toch wel mooi gelukkig. Nou, sorry. Nou, eigenlijk, als ik het goed samenvat... Niet alle PVV'ers zijn dom, rechtslaag, opgeleid, hebben geen geld, en zijn tokkies. Juist. Dat was een beetje, dat was ongeveer jouw insteek. Ja. Kom maar eens praten, we zijn gewoon een familiebedrijf. En je gaf aan van, joh, ik zou heel graag eens een keer met mensen willen praten. Nou, toen had ik zoiets van, nou, laten we eens de leuke uitdaging aan om te zeggen van, nou, dan gaan we eens een keer met rechts en links met elkaar praten. Alleen dan wel op een normaal niveau. Ja, ik wil graag dat Nederland Nederland blijft. Mm-hmm. Ja, dat ik hier gewoon, dat mijn zusje s'avonds, als ze gaat stappen, dat ze niet tot twee keer toe mij erbij moet halen. Omdat ze weer wordt aangeraakt door een groepje als ze daar doorheen moet lopen. Waar helaas geen Jan, Piet of Jaap tussen staat. Ook al zullen die er ook zeker zijn, hè, 100%. Hè. Iedereen mag voor mij gelijke kansen, hè. Laat dat duidelijk wezen. Sterker nog, het is nou op dit moment een Turkse en een Antilliaanse meneer zijn voor mij aan het werk in Amsterdam. Nou, die leveren werk waar menig Nederlander, om zo te zeggen, een puntje aan nog zat van kan leren. Dus wat dat gaat, ben ik helemaal niet haatdragend of iets. Alleen ik vind wel dat er bepaalde groeperingen in een overmatige negatieve geluiden naar voren komen. Maar wij hebben de indruk, en met name bij jullie partij, dat je zegt van, we moeten het allemaal niet zo erg benoemen. Want het zijn allemaal mensen en we moeten voor iedereen aardig wezen. En dat is leuk, als blijkt dat je daardoor resultaten kan gaan boeken. Maar ik denk dat je de laatste jaren toch wel kan zien... dat het allemaal niet beter op wordt. Mm-hmm. En dus ik vind waar ik me echt kapot aan erger, laat ik het ook maar zeggen... is dat er inderdaad wordt gedaan alsof wij alles maar goed vinden. Ik snap ook niet, dat is een beeld dat is gezet... Hè, van linkse partijen, die zouden het allemaal maar ook hebben. Ik vind het allemaal niet oké. Okay. Je moet bikkelhard zijn over mensen die over de schreef gaan. Pikken tolereren we niet. Pikken we in dit land niet. En dan mag je ook heel hard op straf. Ik vind niet dat je moet wegkijken, maar het gaat uiteindelijk wel over individuen. Mm-hmm. Ik ben half Marokkaans. Wat voor bagger ik over me heen krijg... van mensen die zeggen over mijn opvattingen... over vluchtelingen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is een islamiet. Ik ben een katholiek. Ik ben katholiek opgevoed. Ik kom uit Brabant. Ik ken mijn vader niet eens. Maar omdat mijn vader... die is weggegaan toen ik een babytje was... maakt niet uit. Ik ben een Marokkaan. Dus ik hoor bij die groep die er plotseling niet bij hoort. En dat is wat mij tegenstaat. Omdat als je uiteindelijk gaat kijken... ik spreek met jullie, maar ik spreek ook met Marokkanen... die dan zeggen, ja, maar ik word als tokkie weggezet... of ik word als racist. Die zeggen, ja, ik word gelijk als een halve garen Marokkaan weggezet. En dat laat zien, een gesprek in Nederland... daarom vind ik het zo fijn om met je te mogen praten... is gewoon niet meer mogelijk. En voor mij kan je daar toch een bijdrage aan leveren... op het moment dat je een discussie hebt in de Tweede Kamer... maar toch een onderscheid te gaan maken. Dat je wel degelijk hele goede Marokkanen hebt... en dat het maar zo'n klein groepje is... waar je last van hebt hier. Dat zeggen wij, voortdurend. Ja. Alleen je komt er bijna niet meer doorheen. Dat merk ik. Okay, omdat ik merk het zelf. Ik ben linkstuig. Weet je, ik ben zo iemand die altijd wegkijkt. En wat ik ook zeg, of voor wie ik het ook opneem, je komt er bijna niet doorheen. Normaal, met jou valt gewoon normaal te praten, dus dan hoor je erbij. Ja. Ik zeg aan mij, als er niet over te praten op een normale manier, dan hoor je er dus niet bij. Ik had het er ook met mijn vader over. Uh-huh. Ik zie het eigenlijk wel een beetje als een soort bedrijfsleven, hè, de politiek. Uh-huh. Ik bedoel, zoals hij aangaf, ja, hij geeft leiding aan 30 man destijds in de harde tijden. En jullie moeten dat eigenlijk doen over 17 miljoen personen. Nou goed, en in het bedrijfsleven, tenminste, ja, zo staan wij erin. Wij hebben een bepaalde filosofie, uh-huh. Hoe wij denken over het bedrijf, hoe wij het bedrijf willen leiden. Wil je daar niet aan meedoen, haak je af. Je bent hier niet maar om stennis te schoppen en om vervelend te zijn en noem allemaal maar op. Ja, dus hier in Nederland gewoon geen plek meer voor. Dat vind ik echt. Mm-hmm. Dat vind ik echt. Ik zeg heel vaak, Nederland is geen BV. Mm-hmm. In een bedrijf zijn jullie de baas. Het is jullie familiebedrijf, jullie bepalen wat er gebeurt. In een land werkt dat niet zo. In een land zijn gewoon mensen met heel veel verschillende opvattingen. De SGP bijvoorbeeld, ook zij horen bij Nederland. Ja, terwijl als je kijkt naar hun opvattingen over vrouwen... Die is vrij strikt. Ja. En dat slaat ook nergens op. Ben ik het ook niet mee eens. Dus wat ik niet bedoel te zeggen is... je moet wegkijken of je moet het allemaal maar normaal vinden. Maar in een democratie is het zo... dat er heel veel verschillende mensen bij elkaar zitten. Wat we moeten doen is aan die gasten... die er echt een zooitje van maken... die moet je aanpakken. Ja. Zonder aanziens des persoons. Of wie je ook bent. Als je rotzooi trapt, dan ben je gewoon een klootviool... en dan ben je bokje.
Dan vee je het bokje. Ja. En er zijn Marokkanen, dat is meer dan rotjochies. Dat is gewoon tuig. Keihard tuig. Maar door jullie voelen je aangesproken als, weet je, zegt, als racist. Zij voelen zich allemaal aangesproken als tuig. En dat is tragisch ergens, toch? Nou ja, ik denk dat is toch tragisch? Ja, heel, ja. Uiteindelijk, wat DENK nu doet en wat de PVV doet, is zo die uiterste benadrukken. Daardoor wordt ons land uiteindelijk uit elkaar getrokken. En dan ga ik even terug naar 40-45. Er zijn die mensen weggegaan met niks. Ja. Tegenwoordig is het een hype om elkaar weer op te jagen, jongens, en Nederlandse schuil te halen. Ja. We praten niet meer over vluchtelingen, het zijn gelukzoekers. Ja. Inderdaad, zoals in 40-45, wat niet in mijn reuze, maar wat ik van mijn ouders en opa's, oma's gehoord heb. Vluchtelingen, niks aan, helemaal niks. In de winterkou, nog ineens een huisje, daar gaat het over. Kijken waar je terugkomt. Dat zijn in mijn ogen vluchtelingen. Maar nu komen ze met een iPad. Maar de definitie vluchteling. Is dat niet anders? Moet daar een ander woord aan gedaan? Ik denk dat we ons beeld van 40-45... Kijk, dat was een andere tijd. Toen was er namelijk armoede. Syrië was gewoon best wel een goed ontwikkeld land. Wij zijn niet de enige met een smartphone. Die hebben ze eigenlijk overal over de hele wereld. Dus als mensen vluchten... dat is anders dan hoe dat toen was. En daar kunnen best mensen tussen zitten met geld. Was toen ook trouwens het geval dat er mensen waren met geld. Je hebt twee categorieën. Je hebt echt vluchtelingen, volgens het vluchtelingenrecht. Dat zijn mensen die zijn in hun eigen land niet veilig. Syriërs is per definitie. Die zijn gewoon niet veilig. Mag ik er gelijk even op inhaken? Ja, zeker. Wat ik ook niet uit mijn hoofd kan halen, is op het moment dat als hier in Dordrecht een partij onrust zou zijn, dat ik mijn gezin hier achterlaat en vervolgens ga ik weer op de ram zitten wachten dat ik de gelegenheid krijg van, joh, kom jullie maar weer in toe. Ik zou mijn broek uittrekken, mij een ongeluk vechten. Voor mijn gezin. Ja. Maar niet in het buitenland, maar waar je daar zit. Ja. 70-80% is 25-30 jaar wordt hier naartoe. Ja. Nou, wat ik nog raarder vind. Maar dat gaat er mij niet in. Nee, maar wat ik een lofvreemde vind is, die mensen komen dus hier naartoe. En ze verwachten dus dat onze jongens en meisjes, maar vooral jongens uit ons leger, daar naartoe gaan om het probleem op te lossen uiteindelijk. Dat vind ik helemaal raar. Dus hun vluchten er vandaan en wij moeten er naartoe. Dat vind ik ook heel vreemd. Kijk, heel goed. Wat ik altijd hoop, ik heb ooit met een studievriend afgesproken, als er ooit hier iemand binnenvalt, dan gaan we in het verzet. En dat is zo makkelijk te zeggen als je niet in oorlog zit. Dan even over, wij hebben nog steeds, als je aan oorlog denkt, denk je aan een good guy en een bad guy. Voor wie moet je knokken in, voor wie moet je gaan vechten in Syrië? Voor Assad? Voor de rebellen? Er zijn wel 10 verschillende rebellengroepen. Voor IS? Het zijn ook allerlei terroristische organisaties. Dus bij wie je je aansluit, Het pakt eigenlijk altijd verkeerd uit. Dan heb je nog arbeidsmigranten. Dus dat zijn mensen die echt de economische vluchtelingen. Dat zijn geen vluchtelingen, dus die stuur je terug. Dat is vrij simpel. Nu over waar ga je heen. Uiteindelijk blijf ik erbij. Is vluchtelingenprobleem is een organisatorisch probleem. Jullie zijn ondernemers. Jullie kunnen beter organiseren dan veel politici. Het gaat over 1 miljoen mensen die er in 2015 zijn gekomen. Dat is 0,5% van de totale Europese bevolking. Als je die goed over heel Europa zou verspreiden, als je dat geleidelijk doet, als je niet zorgt dat ze allemaal binnenkomen marcheren, maar dat je ze, ik heb het wel eens gehad, of je moet jezelf halen, dan heb je de controle over. En dan is het probleem denk ik veel minder groot. Dan heb je nog wel probleem met aanpassing in de samenleving zelf. Ja. Hoe we daarop ingaan. Ja, ik moet heel veel dingen waar ik op in wil gaan eigenlijk. Maar... ja, tuurlijk, ja, kom maar. Mag ik er één klein tipje nog meegeven? Ja. Waarschijnlijk doet er niks mee, maar in je verkiezingsprogramma er staat een warm. Welkom. Nee, een warm vluchtelingenbeleid. Ja. Dus dat warm er nog eens afhaal. Oké. Okay. Die maken het veel te aantrekkelijk. Ja, oké. Okay. Dat gaan we misschien naar eens over, maar nee, ik heb het onderstreept ook. Dan waarom moet het warm zijn? Ze moeten blij zijn dat ze hier opgevangen worden. En dat er hier opgevangen worden, dat kunt het allemaal met elkaar over eens zijn. Maar die term warm. Waar is dat nou voor nodig? Het is weer het gevoel van, laten we vooral degene die hier wonen, joh, het zal wel goed wezen. Hè? En maak je vooral, bemoei je even nergens mee. Ik zie de termen liever bij de ouderen. Ja. Doen we ook, hè? We verhogen de AOW. Als een van de weinige partijen in Nederland hebben wij een plan om het te betalen. Dan moet je de termen erbij. Ja. Oké. Okay. Het heeft best lang geduurd voordat we daar waren, toch? Ja, leuk. Ik wilde er snel aan beginnen. Ja. Dat was ook natuurlijk een van de redenen waarom ik je destijds een brief had gestuurd. Ja, nee. En heel Nederland die staat zo'n beetje op zijn kop. En we gaan er nog naartoe geven ook. Sterker nog, jullie zijn er ook een beetje voorstander van. Ja, laat me dat dan maar. Waarom geen Roetpiet of een gekleurde Piet? Het gaat inderdaad allemaal nergens over. Nee. Maar moet je dat allemaal toelaten? Dan moet je dan maar zeggen van...
Nou, laten we het dan maar niet meer doen. Wat draagt het bij om dan zo'n klein groepje daar hun de zin in te geven? Want die zoeken dan weer iets anders. De negenzoen is al afgeschaft. De negenzoen wordt afgeschaft. En ze kunnen nog wel even door. Nog zo'n die dingetjes. Tot 3 jaar geleden zag ik het probleem niet in van deze discussie. Nul. Dacht ik echt, wat een fucking bullshit. Het is excuses voor mijn taalgebruik. Nee, maar totdat ik met mensen met een meest Surinaams en Antilliaanse achtergrond ging ik praten. Ook gewoon zoals hier. En mensen echt in tranen, dus niet agressief, in tranen. Totale tranen. Bijvoorbeeld omdat, en dat is mij ook, omdat hun kinderen ermee werden gepest. We hebben gewoon het gevoel dat we niet serieus worden genomen. Het zat nog wat breder in dat de slavernijnen, dat de regering daar eigenlijk nooit van heeft gezegd, jongens, dat kon niet. Toen hadden ze het ook over racisme. Toen dacht ik, ja, wat racisme, wat? Ik ben geen racist. Toen sprak ik met iemand en die zei het heel mooi. Die zei, ja, maar in Nederland, dat is typisch Nederlands trouwens. Zeg wat, ja, maar zo bedoel ik het niet. Ik vind, even kijken of ik iets beledigends kan zeggen zonder dat jullie me eruit schoppen. Maar, je hebt echt een hele lelijke baard. En dan zeg jij, dat raakt mij. Zeg, oh nee, maar zo bedoelde ik het niet. Ik ben trots op. Ja, nee, maar het is typisch Nederlands om dan te zeggen, zo bedoelde ik het niet. Maar uiteindelijk is het in the eye of the beholder. Hoe komt het bij jou over? En rekening houden met elkaar en hoe je elkaar bejegent, als je het hebt over fatsoen, dat vind ik ook belangrijk. En toen dacht ik, oké, ik ben geen racist. Dat laat ik me ook door niemand aanpraten. Ik blijf Sinterklaas vieren. Maar wat is er mis mee dat je de traditie wat zou aanpassen? En dat de kleur verandert. Is dat nou, verandert daarmee het feest? Het feest niet, maar nee. Je geeft wel weer het kleinere groepje. De zin. Wat is daar het probleem van? Nou, als je 10 kleine groepjes dus daarmee de zin geven, gaat het op een gegeven moment 1 grote groep worden. En wij leven hier gewoon in een bepaald land waar we op een bepaalde manier leven. Oké, we houden dus rekening dan met die groep, dat kleine groepje, wat dat wil. Je hebt hier ook een groep, en die groep is veel groter, die van mening is dat vrouwen hier gesluit rond moeten lopen. Moeten we ook daar de aandacht toegeven over een x-aantal jaar? Oh, daar hebben we niet. En waarom dan de ene die geboren zijn wel en de andere die geboren zijn niet? Omdat de kleur van een Pieter niet toe doet. Om het even heel plat te zeggen, waar hebben we het eigenlijk, ergens zijn we het daar ook nog wel over. Uiteindelijk, als je vraagt voor kinderen, dan doet dat er niet toe. Maar dat vrouwen hier gesluit zouden moeten lopen, dat gaat in tegen de mensenrechten. Namelijk het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. En dat vind ik een heel, heel, heel groot verschil. En dat is maar toch is een behoorlijk groot verschil. En dat is ononderhandelbaar. Ja, maar ik vind dat is voor mij ononderhandelbaar. Ja. Ja, en daar zou ik mij tegen verzetten. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, zeker. Belangrijk. Nou, vergeet het niet, want dat is succes. Hey, dankjewel. Ja, hey, dankjewel. Nee, jij bedankt. Bedankt voor je mail. Ja, hartstikke super bedankt. Tof dat je ons hebt uitgenodigd. Ja, jij is alsof ze Dutch zeggen, tof dat je kloot hebt genoemd. U, zeggen we altijd. Ja.